school in een paar woorden? Ja, geweldig. Het is heel fris, het is jeugdig. Mooi. Ruim. Schitterend, flitsend. Geweldig. Open. Levendig. Kleurrijk, vrolijk, licht. Ik denk een school zoals die moet zijn. Als je binnenkomt binnen deze mooie stad, is het een blikvanger. Ja. Wijk is niet zomaar een doorsnee stadje of een dorpje. Het is iets anders. Want het laat iets anders van zich zien. Het kleurrijke in Wijk, niet aan het saaie, eenvoudige gebouw. Als je 500 meter verder rijdt, zit je vlak tegen de binnenstad aan. En daar is een nieuwe wijk verrezen. En dat is eigenlijk een kopie van de oude binnenstad. En dat contrast tussen wat hier staat en wat daar nu ook gebouwd wordt, nieuw gebouwd wordt, is toch eigenlijk ook wel heel interessant. Ik vind het nu een mooi, fris toergebouw aan de poort van Wijk Beduursteden. Klasse. Als je zo om je heen kijkt, is het natuurlijk een groot gebouw, het is een grote school. Dat gold ook voor de oude locatie. Maar het is wel zo dat ze toch in staat zijn om kleinschaligheid te creëren. Aan de binnenkant vind ik het een fantastisch gebouw. Niet alleen omdat het gewoon goed uitstraalt en dat het warm aanvoelt en dat je er heel veel ruimte in hebt om van alles in te doen. Maar dat die leerweg op zo'n hele bijzondere manier zijn plek heeft gekregen, dat gaat boven alles. Fantastisch. Ik denk dat het Reviuswijk goed aan de weg timmert met de leerhuizen. Ik denk in deze markt van vandaag moet je verschillend zijn, moet je onderscheidend zijn ten opzichte van andere scholengemeenschappen. En dat is het Revius hier zeker. Je gaat naar deze school denk ik omdat het een school is waar docenten heel veel aandacht voor je hebben. En dat was in het oude gebouw ook al zo. Het is een pedagogisch echt een hele goede school. En dat hebben we nu nog verder uit kunnen bouwen. In kleinschaligheid bedoel ik dat er goede communicatie is met de kinderen, maar zeker ook met de ouders. Dat problemen opgepakt worden. En ik zou zeggen, ja, het is dan eigenlijk bijna primair onderwijs in een wat groter jasje. Voor docenten geldt, omdat ze nu in de leerhuizen zitten, dus ze zien hun eigen clubje veel vaker op een dag. Dus er is geen leerling, net zoals op andere scholen, die de hele dag rond kan lopen van het ene lokaal naar het andere, zonder dat hij gezien wordt. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wat wel zo is dat het een heel compact gebouw is. Dus dat je eigenlijk vanaf één centraal punt, bijvoorbeeld deze hal, bijna de hele school kan zien, ook een beetje ervaart. Dus die compactheid zorgt ervoor van, nou, oké, ik weet ongeveer waar ik ben en ik weet ook dat het niet allemaal ver is. Dat voelt ook denk ik gewoon een stukje kleiner. Terwijl de ruimte van de scholen juist in de leerhuizen zelf ligt. Daar is zeg maar echt heel veel ruimte naartoe gegaan. Goed klimaat, veel beter is een oude school. Hier ook, kom je binnen, lekker fris, goed klimaat, goede klimaatbeheersing volgens mij. Ik hoop dat het zo blijft, want dat is voor je eigen, maar voor de kinderen ook veel gezonder. Wat ik heel bijzonder vind is dat er geen één ruimte hetzelfde is. Alle ruimtes zijn verschillend. En de buitenkant heeft een kleur. Nou ja, dat heb je zelf gezien natuurlijk als je binnenkomt. Maar de binnenkant zet dat door en dat maakt het heel een eenheid. Ja, ik vind het geweldig. En ik vind de stenen mooi en de kleuren mooi en zo, maar het gaat mij erom van wat leeft daar in dat gebouw. En er leeft een, laten we zeggen, een goede opleiding in. Nou, ik ben directeur van de basisschool en onze school bestaat volgend jaar 40 jaar. En als ik dan hier rondkijk en denk van, nou, hoe wil je dat je school eruit ziet? Kijk om je heen. Eigenlijk ben ik nog steeds op trots op wat ik zeg ook nog een beetje mijn school is. Maar voor mij is het gewoon mijn school. Het is inderdaad gewoon wel iets waar ik gewoon trots op ben, zeker. Dit is mijn school, ja. Het is ons Revius. En een grote compliment kan ik je niet geven. I do know it's just a place.